Renault Antwerpen. De auto's van stad. Het was nog een lange rit gisteren van Pilsen naar Kalmthout, zo'n 800 kilometer. Maar die kon Witse Bosmans wel afleggen met een goed gevoel. Dat is wel heel plezant. Na zo'n rotstart eigenlijk, om dan nu toch mijn eerste overwinning beet te hebben. Een overwinning die aanvoelde als een bevrijding, want de voorbije weken draaide het bij Bosmans voor geen meter. Het is gewoon heel frustrerend als je weet dat je de kwaliteit hebt, maar dat je gewoon als een patatenzak op je fiets rondrijdt. Ja, daar is gewoon niks plezant aan. Bosmans rijdt dus nog wel bij de belofte, maar heeft sinds dit jaar wel een volwaardig profcontract. Is jouw leven nu veranderd een beetje, nu je prof bent? Veel is er niet veranderd. Het is gewoon iets, de status dat je op je krijgt geplakt van je bent nu prof. Ja, Witse, waar leer je dat? Goh, vanaf kleins af aan beginnen oefenen en veel vallen. En dan een tijd, ja, dan kunnen zo'n dingen wel. Het blijft een beetje speeltijd op de fiets altijd, hè? Goh, zolang dat je het graag doet en je blijft dingen doen en dat je vroeger ook altijd deed. Ja, zolang je plezier in blijft hebben, dan is het gewoon altijd leuk. Deze acrobaat moet de man van het seizoen worden bij de belofte. Waar Bosman start, is Bosmans favoriet. En je probeert alles kapot te rijden dit jaar? Dat gaan we toch proberen, ja. Maar we gaan dit jaar gewoon ons uiterste best doen. En dan gaan we wel zien hoe ver dat ik kom. Nu zaterdag start Witse Bosmans op het EK met één ambitie: Europees kampioen worden.